Er wordt gewezen naar een groep bewoners op de Ooslaan, vlak in de buurt. Kijk, waar mensen bij elkaar in één woning wonen... en het zijn wat meer mensen dan een gebruikelijk gezin, heb je altijd overlast. Maar zolang dat bij een beetje muziek op de zaterdagavond blijft en joh, weet je, we zijn allemaal jong geweest, helemaal geen probleem. Maar het wordt grimmiger. Ja, nou, een paar weken geleden was het dan inderdaad dat mijn dochter de hond uitliep. En uitliet en een stuk werd achtervolgd. En elke keer als zij stil stond, stond de persoon achter haar ook stil. Ik was hier zelf bezig, toen kwam ze aanlopen, best in paniek. Dat geeft gewoon geen prettig gevoel. Er gebeurt niks, maar het gevoel is niet prettig. Carla heeft een bloemenstalletje en er wordt herhaaldelijk geld gestolen. Dus ik zet dan zelf wel het kookwekkertje om de 1,5 à 2 uur om mijn kluisje te legen. En de ene keer zit er 1 euro in, de andere keer zit er 2 euro in. Maar als ik het niet doe, dan zit er niks in. En dan is er nog een inbraak in de camper van de familie Bouwman. En toen is mijn man gaan kijken en toen bleek dat ze via het dakraam naar binnen waren, of dakluik naar binnen waren gegaan. Nou, ze hebben er stond wel wat wijn in de camper, hebben ze opgedronken. Ze hadden hun behoefte in het badhok gedaan, maar niet al te netjes. Bij een woninginbraak is een inbreker op heterdaad betrapt. Met mannenmacht proberen ze de deur dicht te houden. En vervolgens arriveert de politie en ja, die wordt gearresteerd. Ander incidentje bijvoorbeeld is bij mezelf gebeurd een paar dagen geleden. De woningen worden gefilmd. Daar hebben we ook camerabeelden van met een hoodie op. En de auto's worden gefotografeerd. Aan de hand van camerabeelden weten we ook de mensen ja, te lokaliseren in combinatie met de buren. Daar hebben we de werkgever benaderd van de mensen die daar wonen. En die schoof een beetje zijn verantwoordelijkheid aan de kant. Die zei, ja, ik weet niet wie dat was. En dat zijn kennissen en het personeel is gewisseld. En die zijn al weg en die komen nooit meer terug. En dat vind ik dan wel jammer, weet je. Als je mensen in je huisvest neemt, dan ook je verantwoordelijkheid als er incidenten zijn. Dat vind ik echt een gemiste kans. Tegenover de woning van Arnold zijn er plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten. De bewoners zijn daar niet blij mee en vragen de politie om hulp. We zijn gewoon ten einde raad. De mensen zijn het allemaal helemaal zat hier ook. En willen gewoon dat er wat aan gedaan wordt. De wijkagent is op de hoogte van de gevoelens van de bewoners. In een reactie zegt de politie dat sommige situaties vervelend zijn, maar niet altijd strafbaar. Wij hebben ook contact gehad met het desbetreffende uitzendbureau. Daar worden de voorvallen afgedaan als spookverhalen.